Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Popcorner Breda. Simon, ja, leuk dat we vandaag in Café Bel Air te gast mogen zijn. Maar dit is best wel een muzikaal café, toch? Ja, heel erg. Heel erg. Het is, ik ben hier 3,5 jaar geleden al begonnen, zeg maar, met het programmeren van live muziek. Connecties gaan leggen, zeg maar, met de verschillende stichtingen. Ik heb zelf ook een stichting meer dan 30 jaar oud, de Rock Home Foundation. Eigenlijk al na 6 maanden samenwerking in verband gekregen met Stichting Rhythm & Blues Breda. Van daaruit weer contact gekregen met iemand die heel erg in de jam-sessie zat. En dat is de Stichting Jam Location. En daar eigenlijk ook al de activiteiten in ontwikkeld. En gedurende die periode had de oude eigenaar mij het café al zeker een keer of 6 aangeboden. Maar dat is helemaal niks voor mij. Ik heb echt helemaal niks met de horeca. Dus ja, dat werd even niks. Totdat mijn vrouw Astrid besloot om uit het onderwijs te stappen. En zij had al horeca-ervaring, onder andere bij de MES. En bij een aantal andere cafés waar ze heeft gewerkt. En zij kwam op een gegeven moment op het lumineuze idee om... is dat niet wat voor ons om de kroeg over te nemen? Waarop mijn eerste reactie was, oh schat, weet waar je aan begint. En vandaag gebeurt er eigenlijk iets speciaals, hè, in de café, want de heropening vindt plaats. Ja, de heropening, zeg maar. Hè, we hebben de boel, laten we zeggen, veranderd en aangepast hier. Gewoon met hele kleine dingen. Om het ook een stukje eigen te maken, noem ik het maar even. En waarvan gisteren, laten we zeggen, de openlijke opening was met 100% katoen. Wat ontzettend goed bezocht was, zeg maar, daar waren we echt gewoon heel blij mee. En vandaag is eigenlijk vanaf 2 uur de receptie. En vanaf 5 uur zeg maar, vindt er hier een mega jam plaats met onder andere Jan de Bruin, Walter Lavent en nog een aantal andere bekende muzikanten. Hoe zien jullie 2018 voor je met Café Bel Air? 2018, dat is mijns inziens zeg maar, een enorme groei aan de verhuur van de zaalkant. Hè? Dus dan moet je denken aan trainingen, workshops en dat soort zaken. Want hè, we moeten de muziek ergens van kunnen financieren, noem ik het maar even. Nou, dat moet je niet doen met entree, want dat werkt niet of dat werkt slecht. Dus door de verhuur, laat maar zeggen, van de zaal zijn we in staat om de passie, muziek, laat maar zeggen, uit te gaan leven. In ieder geval dankjewel dat we te gast mochten zijn in Café Bel Air. Graag gedaan. En dan schakelen wij voor de laatste keer over naar de Popcorn, waar Nancy Kleurenblind en de zingende Roadie klaarstaan. Ondertussen staan we hier beneden bij Nancy Kleurenblind en de zingende Roadie. Welk nummer gaan jullie doen? Kom mee naar die ruimte. Ben je er klaar voor? Zeker. Ben jij er klaar voor? Yes. Heel veel plezier. Dank je. Mezelf.
U bent van Jeugdcultuurfonds. Wat houdt dat precies in? Ja, ik ben van het Jeugdcultuurfonds Breda. Dat betekent dat wij ons inzetten voor kinderen die in Breda wonen, in de gemeente Breda. Waarbij ouders niet voldoende financiële middelen hebben om kinderen deel te laten nemen aan cultuurles, om dat te bekostigen. Ja, vandaag hebben jullie een speciaal iets bedacht. Ja, kunnen jullie daar iets meer over vertellen? We hebben gesprekken gehad met Dennick en die wilde heel graag wat voor ons betekenen om eigenlijk kinderen te laten zien in heel Breda wat nou cultuur is. En wat wij dus kunnen bieden aan lessen die we kunnen bekostigen. Dus kwam een DJ-les natuurlijk naar voren, een DJ-workshop en hij wilde dat graag verzorgen voor ons. Ja, de bedoeling is dat ik eigenlijk laat zien wat ik eigenlijk dagelijks doe en dat is muziek maken en muziek draaien. En we hebben hier een mooie DJ-set staan. En ze kunnen letterlijk over mijn schouder meekijken. En ik laat ze gewoon zien hoe ik het doe en wat voor trucjes ik daarvoor gebruik. Dit soort dingen zijn denk ik heel belangrijk. En ik vind ook dat je iets moet teruggeven. En zo ben ik zelf natuurlijk ook begonnen. Bijvoorbeeld DJ Servi uit Breda heeft mij leren draaien. En ik hoop nu dat ik dat voor die jongeren ook kan doen. Ja, wat is nou het moeilijkste om te leren? Ik denk muziek herkennen, de juiste platen kiezen. Dat is natuurlijk wel een kunst. Welke plaat ga je kiezen om naar jouw volgende plaat te pakken? En zorgen dat jouw mensen enthousiast blijven. Ja, wat zou je tegen kinderen zeggen om DJ-schap te motiveren of te stimuleren? Ja, je moet het doen omdat je plezier wil hebben en dat je mensen wil entertainen. Je kiest je eigen muziek. Als jij van Lil Klein of Boef houdt, dan moet je dat gaan draaien. Niet in één keer andere soort muziek, want dan is het niet meer leuk voor jezelf natuurlijk. Ja, het belangrijkste is denk ik gewoon dat je nooit moet stoppen. Dat je altijd je droom moet najagen. Linksom of rechtsom. En probeer gewoon iedereen, alle handvaten daarvoor aan te grijpen. En in ieder geval nooit op te houden. Nooit te blijven, of nooit stoppen met dromen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Allereerst de beste wensen voor een gelukkig 2018. Dank je. Jij ook. Jullie zijn Nancy Kleurenblinde en de zingende Rodi. Ja. Zeg ik dat goed zo? Kleurenblind. Kleurenblind. Ja, één. Ja. Ben jij ook echt kleurenblind? Ja, ik wilde dat zijn, maar toen bleek dat vrouwen kunnen dragen alleen maar het gen. Dus ik ben een drager, maar ik ben het niet. Dus dan zeg maar helemaal nep. Ja, jullie zijn best wel op zich een apart duo, een bijzonder duo. Hoe zijn jullie ooit bij elkaar gekomen? Nou, we hebben hiervoor in een bandje gezeten, Pep, een meidenband. En daar hebben we elkaar eigenlijk leren kennen. Als rhythm sexy. Ja, precies. Bas en drums. En toen had jij ideeën in je hoofd die je nog uitgevoerd wou hebben in een andere groep. En toen is het dit geworden. Ja. Ja, groot succes natuurlijk. We gaan lekker. Hey, maar jullie treden dus nu 6 maanden op, zijn 6 maanden bij elkaar. Ja. Wat is het mooiste wat jullie nou samen hebben meegemaakt in die periode? Ik denk onze debuutshow in Rotterdam. Ja. Dan stonden we wel meteen op een groot podium. Dus dat was wel tof. Ja, want je oefent en probeert het natuurlijk. Kijk, als ik even voor mezelf mag spreken, normaal zit ik achter een drumstel, een veilig groot drumstel. En nu sta ik ineens vooraan en normaal... Ja, bas jij eigenlijk en ook niet zo heel veel. Ik zing eigenlijk erbij. Niet. Ja. Eigenlijk zing ik niet. Je doet net alsof. Mm-hmm. Ja. Ik heb gewoon een kastje. Maar buiten dat. Dus het was heel spannend. Maar ook leuk als je ziet dat het publiek goed reageert. En lekker meegaat en zo. En dan heb je wel zoiets van yes, dat doen we niet voor niks. Ja, nou, eventjes iets anders. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hè? Kijk, we zijn nu in 2018. En in de eerste maand mag je altijd goede voornemens doen. Nou ben ik wel eens benieuwd wat jullie goede voornemens zijn. Ja. We beginnen bij jou. Ja. Veel spelen. Misschien later in het jaar stiekem ook alweer nieuwe nummers schrijven. Een album uitbrengen. En voor de album hebben we eigenlijk zijn we al heel ver. Hè? Dat is mijn voornemen. Dus gaan met die banaan is eigenlijk mijn voornemen. Niet voor jou? Ja, ik wil een album uit hebben, gewoon klaar. 10 liedjes af. Dat vind ik genoeg gewoon. Nou, dames, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor de komst naar het studio. En dan hoop ik ook dat het echt helemaal lukt met jullie goede voornemens voor 2018. En dan schakelen wij over naar de Popdokter.
Deze keer in de Popdokter gaan we het hebben over electropop. Kraftwerk legde de basis van de electropop in de jaren 60. Ze drinkt een nachtclubzimmer sect. Correct. Daarna had Davy Bowie veel invloeden van deze muziekstijl. Tegenwoordig zijn Lady Gaga en Kesha bekend met het gebruik van electropop. Tot zover deze Popdokter. Oké, beste kijkers, dit was het dan weer voor vandaag. On Stage. Heb jij nou ook een muzikaal talent? Laat het ons even weten via onderstaand e-mailadres. En misschien dat we jou de volgende aflevering wel terugzien. Dit was tevens de laatste aflevering die in de Popcorner werd opgenomen. Vanaf volgende keer wordt ons programma opgenomen in het nieuwe Poppodium Phoenix. Voor nu bedankt voor het kijken en we gaan nog één keer knallend uit, Nancy. Ja. Welk nummer gaan we doen? Mensentekening. Ik wens jullie heel veel plezier. Dank je wel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Popcorner Breda. Breda nu. Je weet het meteen.